welkom bij de uitleg van basisstof 8 en die gaat over bloedgroepen. Net als bij een aantal vorige basisstoffen geldt hier ook weer dat de volgorde per boek een beetje verschilt. Dus controleer even goed de titel van deze basisstof en dan weet je dus ook dat de inhoud overeenkomt los van of dus het nummer overeenkomt. Bloedgroepen dus. We gaan in deze video kijken naar wat bloedgroepen zijn en we gaan kijken welke rol bloedgroepen spelen bij bloedtransfusie. Om dat uit te leggen gaan we even kijken naar de rode bloedcellen. Want wat is het namelijk? Hier zie je een schematische weergave van een rode bloedcel. Aan de buitenkant van rode bloedcellen kunnen antigenen zitten. Als we kijken naar het AB0 systeem, hè, je, bloed, je hebt bloedgroep A, B, AB of 0. Dan kunnen er dus antigenen A aan de buitenkant zitten, antigenen B, A en B of geen van beide. Die antigenen die aan de buitenkant van je rode bloedcellen zitten... Die hebben natuurlijk ook invloed op het doneren van bloed en daar komen we zo gaandeweg ook een beetje bij uit. In dit geval kijken we naar iemand met bloedgroep A en die heeft dus aan de buitenkant van zijn rode bloedcellen bloedfactor A. Tegelijk heeft diegene dus in het bloedplasma anti B. Dat is even goed meteen om te bedenken. Dus het gaat in dit geval om de rode bloedcellen die hier dus van die Antigenen aan de buitenkant hebben, van die bloedfactoren wordt het ook wel genoemd. En dat je dus antistoffen tegen een rode bloedceltype hebt die jij zelf niet hebt. In dit geval dus B. Op het moment dat je dus kijkt naar iemand met bloedgroep B, dan heeft hij aan de buitenkant van zijn rode bloedcellen bloedfactor B. En dan heeft hij in zijn bloedplasma anti-A. Daar zie je dus al meteen een probleem ontstaan op het moment dat jij bloedgroep A hebt en dat doneer je aan iemand met bloedgroep B. Dan gaan dus die antistoffen. Tegen A gaan reageren met de bloedfactoren aan de buitenkant van deze rode bloedcellen. Dan heb je ook nog bloedgroep AB. Met bloedgroep AB is er iets bijzonders aan de hand, want bloedgroep AB heeft geen anti-A en geen anti-B. Want nou ja, anders zou je natuurlijk zijn eigen antigenen gaan aanvallen. Dat wil je natuurlijk niet. Dan hebben we ook nog bloedgroep 0 en die heeft geen A antigenen aan de buitenkant en heeft vervolgens in het bloedplasma zowel anti A als anti B. Ik ga je even een andere afbeelding laten zien en dat is deze afbeelding die zal ik zo even vergroten maar eerst zijn even een aantal zaken belangrijk. Als we kijken dus naar die antistoffen dan heb je dus nooit antistoffen in je bloedplasma tegen de bloedfactor op je eigen rode bloedcellen. Dus iemand met bloedgroep A zal nooit in zijn bloedplasma Anti-A hebben, dat kan niet, want Zou dus je eigen bloedcellen aanvallen. En dat geldt dus voor B en AB ook. En het tweede wat je even in je hoofd moet houden, is dat je altijd antistoffen hebt in je bloedplasma tegen de bloedfactor die jij niet op je rode bloedcellen hebt zitten. Dan zal ik deze eventjes een stukje vergroten. En als je hier naar kijkt, dan kun je dus gaan kijken welke mensen aan wie kunnen doneren. Dit zijn de donoren, dus dit zijn de gevers, en dit zijn de ontvangers. Nou, laten we gewoon eens eventjes kijken naar bloedgroep A. Op het moment, moet ik hem even groot maken, zo, ja. Op het moment dat jij bloedgroep A hebt, kun je natuurlijk gewoon bloed ontvangen van iemand met bloedgroep A. Zelfde bloedgroep. Jij kan niet ontvangen van iemand met B, want jij hebt namelijk zelf in jouw bloed anti-B. Je kunt dus ook niet ontvangen van AB, want daar zit natuurlijk ook de factor B op, waar jij dus weer die uh, antistoffen voor hebt. En tot slot kun jij wel weer ontvangen van bloedgroep 0, want daar zitten aan de buitenkant helemaal geen antigenen. Dus hebben die antistoffen in het bloedplasma van deze persoon ook geen invloed daarop. Dan zie je dus ook al meteen als je kijkt naar bloedgroep 0, iemand met bloedgroep 0 kan doneren aan iedereen, want er zitten namelijk geen antigenen op de buitenkant. Dus of je nou A, B, AB of 0 hebt. Er is niks om hier mee te reageren. Kijk je naar iemand met bloedgroep AB, die kan ontvangen van A, B, AB en 0. Want iemand met bloedgroep AB heeft geen anti-A en geen anti-B. Want die heeft hij namelijk zelf en dan zou je dus je eigen bloed gaan aanvallen. Je ziet bijvoorbeeld ook hier als je kijkt naar iemand met bloedgroep 0, die kan alleen maar ontvangen van iemand anders met bloedgroep 0. Want iemand met bloedgroep 0 heeft anti-A en anti-B. Dus die kan van, niet van A, niet van B en niet van AB ontvangen. En nogmaals, het is belangrijk om daarbij te bedenken dat je als je rode bloedcellen doneert, dat je dus niet de antistoffen meegeeft. Dus op het moment dat jij dus bloedgroep A hebt en je doneert dat aan iemand anders met bloedgroep A, dan geef je alleen de rode bloedcellen. De antistoffen die in het bloedplasma zitten worden dan dus niet gedoneerd. Dan is dit het einde van de uitleg. Eh, iets andere samenvatting hier. Zie je een afbeelding van een paar slides geleden? Ik zou je willen adviseren om deze gewoon over te nemen. Dat is het makkelijkste. En deze twee zinnen erbij, en dan ben je klaar. Heel veel succes weer en tot de volgende!